Welkom bij Floating Office Rotterdam, het grootste drijvende kantoorgebouw ter wereld. Rotterdam heeft het voor elkaar gekregen om het GCA, de Global Central Adaptation, naar Rotterdam te halen. En die denkt na over de gevolgen van de zeespiegelstijging. Nou, is er in Rotterdam een getijde in de Rijnhaven. Dat wil zeggen dat het water hier elke dag twee meter omhoog en omlaag gaat. Dus dat leek ons fantastisch gaaf om dan het gebouw eigenlijk in de Rijnhaven te plaatsen. Dit is een gebouw voor de toekomst op meerdere fronten. Enerzijds omdat het natuurlijk helemaal klaar is voor die klimaatverandering. Maar ook omdat het een super duurzaam gebouw is. Wat heel duurzaam aan het gebouw is, is de constructie. Het is helemaal van hout gemaakt en het is helemaal circulair. Dus het gebouw kan ook weer helemaal uit elkaar geschroefd worden en ergens anders weer opnieuw opgebouwd worden. En tenslotte hebben we op het dak, het typische puntdak van het gebouw, hebben wij aan de zuidzijde 900 vierkante meter zonnepanelen gelegd. En dan hebben we op de noordzijde een groen dak gemaakt. Er komt een fantastische kruidentuin en die zorgt voor heel veel biodiversiteit voor de omgeving. Nou, er zijn verschillende momenten geweest die heel erg spannend waren. Een van de eerste dingen die ik wil noemen is dat de bakken waar die op staat, waar die op is gebouwd hier in de Rijnhaven, die kwamen via de Maas aan en die moesten hier door de Hoedenloperbrug heen. Dat paste ongeveer precies, we hadden daar 40 centimeter over. Dat hebben we heel vaak berekend, heel vaak de tekeningen gecontroleerd, heel vaak nagemeten. Maar ja, een paar keer even wakker gelegen, past die straks echt wel erheen? Nou, dat bleek gelukkig te passen. Het is echt een gebouw wat gemaakt is voor Rotterdam en waar Rotterdammers ook echt van kunnen komen genieten. Dat kan in het restaurant wat we hier beneden gaan maken. Daar komt een fantastisch terras bij waar je ook enorm van de zon kan genieten de hele dag door. Want het ligt hier geweldig in de zon. Maar er komt ook nog een drijvend zwembad bij. En dan kan je lekker zwemmen in de Rijnhaven. Ja, we zijn hier ongelooflijk trots op. Los van het feit dat ik een enorme trotse Rotterdammer ben en met heel veel plezier hier woon, is het ook een project waar we met heel veel passie en heel veel plezier met heel veel mensen aan hebben gewerkt.